Het is weer zover. Het is de eerste donderdag van oktober en dat wil zeggen dat Kortrijk weer helemaal klaar voor is voor een nieuwe editie van Student Welcome Concert. De studenten kunnen hier gratis de concerten bijwonen of ook gewoon een nieuw academiejaar samen instuiven. Zijn er eigenlijk al veel aanpassingen gebeurd van de eerste editie tot nu voor Student Welcome? Ja, het plein is altijd hetzelfde gebleven, maar ik denk dat de sponsoring en zeker het sponsordorp dat er nu is al een grote verandering is. En voor de rest denk ik dat het steeds groter wordt ook qua show of zo een beetje. Dat proberen we toch een beetje mee te gaan. Dus er is zeker wel een soort van groei. Maar niet qua capaciteit. Er is altijd wel ongeveer hetzelfde geweest. Rond de 4.000-5.000 man. Jullie vinden dus ook dat Student Welcome niet zo mooi af is? Zeker niet. En waarom? Omdat dat het toppunt is van het jaar. Ja, toppunt. Het is een goed begin van het jaar eigenlijk. Ondanks de populaire evenementen in Kortrijk, wordt Kortrijk toch niet helemaal aanzien als een volwaardige studentenstad. Maar wat vinden studenten hier eigenlijk van? Er is hier nog altijd veel te doen. Maar het is natuurlijk iets anders. Allee, Gent is ook meer voor het hoger en zo. Want ik vind het hier wel tof. En waarom vind je het hier tof? Ja, omdat hier gezellig is in Kortrijk. Je kan op café komen en je komt altijd vrienden tegen. Je kan hier gewoon uitgaan en altijd mensen tegenkomen die je kent. En dat is echt tof. Het is ondertussen al de 12e editie van Student Welcome en het wordt alsmaar een groter succes. Kortrijk is niet één van de grootste studentensteden, maar toch is dit concert één van de grootste festivals in zijn soort in Vlaanderen. En voor de rest denk ik dat we ongeveer moeten behouden wat we doen. Gewoon die lokale inslag, die bands van Belgische afkomst blijven houden. Want van de Student Welcome zijn we de oudsten van alle Student Welcomes in België, maar wel de kleinste. We kunnen niet groeien, het plein kan niet groter worden. Wij moeten niet Gent of Leuven willen zijn, we moeten ons eigen blijven, een eigen identiteit. We hebben een Student Welcome Concert, we hebben de Kreun. Begin volgend jaar, in het voorjaar, ook nog een nieuw festival. Dus we gaan veel meer festivals zien de komende maanden en jaren in onze stad. Qua evenementen vind ik dat zeker wel al redelijk goed. Alleen met Student Welcome en de Kreun vooral. Ik vind dat hier echt de max in de muziek zien en Kortrijk is zeker oké. Maar qua studies vind ik wel dat er nog iets... Nog een tandje bij zo'n zin. Allemaal kijken naar Simi TV! Ondanks dit populaire evenement wordt Kortrijk nog niet helemaal aanzien als een echt vol. Maar dit concert is toch een van de grootste evenementen in Vlaanderen in zijn soort.